We zijn hier in Veghel, waar Van der Landen in 1949 begonnen is. En een heel klein fabriekje, een mooi familiebedrijf. Maar in de tussentijd zijn we uitgegroeid tot een wereldspeler, internationaal bedrijf. Meer dan 7500 medewerkers over de hele wereld. De mentaliteit van de mensen vind ik gewoon heel prettig hier. Dus heel vrij, heel open, vrolijk. Dus ja, daar hou ik wel van. Als je een probleem hebt en dan moet je voor op dag worden, dat vind ik eigenlijk het mooiste. Snel denken, snel reageren, creatief denken. En zorgen dat het hier weer draait, ja, dan heb ik altijd wel een leuke dag gehad. Veghel, daar is Van der Landen bekend. Maar de rest van Nederland zitten we ook, om een paar voorbeelden te noemen. We zitten op Schiphol, we zitten in Zaandam, we zitten in Zaltbommel. Maar ook in Zuid-Nederland, ook in Noord-Nederland. Daar hebben we ook mensen nodig. Ja, storingen zijn een uitdaging. Het kan soms heel simpel zijn, maar het kan soms ook zijn dat je een dag bezig bent. En dat vind ik leuk. De uitdaging van, oh, dit ken ik nog niet. Ik ga het uitzoeken, dat je dingen weer uitzoeken, je leert weer wat. Onze taak hier is om het onderhoud zo goed mogelijk te doen, zodat het systeem hier in topconditie is. Zodat iedere dag weer meer dan 300 winkels van Albert Heijn vanuit dit DC beleverd kunnen worden. Dus elk treetje wat je hier voorbij ziet gaan en elk productje dat gebouwd wordt, daar zit een dataframe achter. En wij moeten heel veel in de data moeten wij werken om problemen op te lossen. Daarom zie je me altijd met een laptop lopen. Het is ook de grootste bron van informatie voor mij. Want ik ben daar met mijn laptop verbonden aan het hele Van der Landen netwerk. En daarmee heb ik de bereik over alle specialisten over de hele wereld. Om daar dus met z'n allen tot een oplossing te komen. Ik heb die robot zelf gecommissioned. De software erin gezet, aanpassingen gedaan. Ja, eigenlijk vanaf het begin. De robot stond hier gewoon kaal en hebben we de grippers die hebben we erop gezet. Ja, de robots vind ik het vet hier zo. Die vind ik het leukst. En hier in Zaltbommel hebben we een klein on-site team. En heeft Van der Landen voor DL hun grootste sorteercentrum in Nederland gebouwd. We lopen de inspecties, het systeem bijhouden. We doen ook problemen analyseren. Kijken of we die kunnen tackelen. Eventueel dingen modificeren. Dus als er iets niet loopt zoals het zou moeten, kijken we daar iets voor kunnen verzinnen. De analyses bekijken en de rapporten die uit Vidi komen. En kijken of we daar nog problemen mee kunnen tackelen. We hebben on-site medewerkers, dus waar we een on-site team hebben. Daar zijn de medewerkers vast on-site, 24/7. Daarnaast hebben we ook een grote groep field service engineers die een auto hebben, die individueel of met twee of met drie personen naar een site toe gaan van een klant om daar of inspecties uit te voeren, preventive maintenance uit te voeren of als nodig is om problemen op te lossen als de klant dat niet zelf kan. Voor mij is het belangrijk dat ik elke dag ergens anders ben. Dat vind ik het leukste. Dus andere mensen, andere omgeving, andere klant, andere installatie. We hebben heel veel, dus daar komen we overal. Ik vind het knap dat zoiets groots, dat het tegenwoordig allemaal kan. We gaan steeds verder, het wordt steeds ingewikkelder, er komt steeds meer bij, steeds meer mogelijkheden. Dat trekt heel erg mijn interesse door. Dat vind ik mooi om te zien. Bij Van der Landen kun je altijd door blijven gooien. Dus ik ben hier in Zaltbommel begonnen. Ik heb opleidingen kunnen doen, ik heb elektro bijgeschoold, ik heb een mechanische achtergrond. Had ik hier alle rust voor, alle tijd. Ja, daarna ga je oriënteren, maar wat vind ik nou leuk? Nou, voor mij was dat de buitendienst. Maar je kunt binnen Van der Landen overal terecht. Ik kan weinig dingen in mijn leven herinneren dat ik denk van, nou, zoals je kijkt naar die robot, hoe dat beweegt en hoe dat doet, het is gewoon het mooiste wat er is. Dat komt wel, je ziet vanzelf wel dat het gewoon echt een top bedrijfje, top site is. Ja, als je daarvan houdt, van moderne techniek, dan zou ik zeggen, kom maar Van der Landen werken. Ja, van mechanisch tot besturingstechnisch, het is allemaal mogelijk. Als je van techniek houdt, voor een mooi bedrijf wil werken, dan ben je meer dan welkom bij Van der Landen. Van der Landen. Aspire, grow, achieve, together.